Als we kijken naar de meest waardevolle bedrijven van de wereld, dan is de hele top 6, dat zijn allemaal IT-bedrijven. Hoi en welkom bij weer een Tech Talk. Oké, het onderwerp van vandaag. Je zult het waarschijnlijk wel een aantal keren in allerlei verschillende nieuwsberichten hebben gezien. Ik wil het met je hebben over extreem waardevolle bedrijven. Dus bedrijven met een hele hoge beurswaarde. Waarom is dat nu zo'n goed onderwerp op dit moment? Twee bedrijven haalden eigenlijk het nieuws de afgelopen periode vanwege het feit dat ze een waarde hadden die heel erg dicht of net iets over de 1.000 miljard dollar kwamen. En die bedrijven, dat zijn Apple en Amazon. Als we kijken naar de meest waardevolle bedrijven van de wereld, dan is de hele top 6, dat zijn allemaal IT-bedrijven. Buiten de twee die ik net noemde, hebben we ook nog Facebook, Google, Microsoft en Alibaba. Allemaal met beurswaardes boven de 500 miljard dollar. Dus als we kijken naar die IT-bedrijven, dan gaan we ons dus afvragen, waarom verdienen die nou zoveel geld? Nou, dat zit in een aantal dingen, onder andere het feit dat ze hele erg lage kosten hebben. Personeelskosten, dat weet iedereen, die zijn vaak ontzettend hoog voor een bedrijf. Vroeger was het General Motors, die grote autofabrikant, het grootste bedrijf van de wereld. Die hadden een paar honderdduizend mensen in dienst. Hele hoge kosten. Google heeft nog geen 20.000 man in dienst. Dus die verdienen per persoon verschrikkelijk veel geld voor het bedrijf. Dus dat is één kant. Dat hebben al die IT-bedrijven. Weinig personeel, gigantische opbrengsten. Dan gaan we kijken naar de groeipotentie. Beleggers verwachten blijkbaar dat deze bedrijven nog steeds harder door kunnen groeien. En hoe kan dat nou weer? Dat komt omdat eigenlijk al die IT-bedrijven dienstverlening of producten hebben die helemaal zijn gebaseerd op mobiele technologie, op internet, op de snelheid van chips, op het aantal mensen dat op internet zit. Allemaal dingen die eigenlijk vanzelf ook doorgroeien. Bijvoorbeeld het aantal internetgebruikers. Ja, jij en ik zullen misschien denken dat iedereen al online is. Maar er zijn bijvoorbeeld een aantal hele grote landen en continenten waar dat nog niet zo is. India, Pakistan, Afrika, die komen de komende 10 jaar ook allemaal online. En dan zul je zien dat al die IT-bedrijven eigenlijk automatisch met die groei mee gaan groeien. Maar ik wil er nog op een andere manier even met je naar kijken. Want we horen ook heel vaak het begrip disruptie. En disruptie in het bedrijfsleven, dat betekent eigenlijk dat bedrijven die zich niet aan die moderne tijd kunnen aanpassen, die niet op IT gebaseerd zijn, dat die het verschrikkelijk moeilijk hebben. We kennen daar heel veel voorbeelden van. De videotheken, de reisbureaus, de tussenpersonen. Die sterven dus af. En dat heet disruptie. En dat kun je ook heel concreet zien, dat disruptie erg sterk is. Door bijvoorbeeld te kijken in Amerika naar de Fortune 500. Dat is het mandje van de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven van Amerika. En naar de Fortune 500 wordt ook wel eens als een soort van eenheid gekeken. Wat is de waarde daarvan? Een jaar of 50 geleden, als jouw bedrijf een Fortune 500 bedrijf was, dan zat het waarschijnlijk 50 tot 70 jaar in dat mandje. Jouw bedrijf kon dus 50 tot 70 jaar door werken op de manier waarop het gewoon werkte. Zelfde klanten, zelfde product, prima. Tegenwoordig zit een gemiddeld bedrijf nog maar 7 jaar in de Fortune 500. Dat betekent dus dat je als bedrijf je tegenwoordig ontzettend snel moet aanpassen aan de nieuwe tijd om nog waardevol en relevant te blijven. Dat lukt die IT-bedrijven dus heel makkelijk. Die krijgen extreme beurswaardes. En dat lukt heel veel bedrijven dus niet meer. En dat heet disruptie. Die sterven dus eigenlijk heel snel af. Nou, dat waren een paar verschillende lichtjes op extreme beurswaardes. Ik hoop dat je dit interessant vond. Heb ik nog een afsluitende vraag aan jou. Heb jij een bedrijf op het oog waarvan jij denkt dat het ook binnen een paar jaar 1.000 miljard of meer waard is? Laat me dan hieronder in de comments weten welk bedrijf jij verwacht. Dat vind ik echt super interessant. Hey, tot nu. Dankjewel.